Welkom kameraden bij de unboxing van Splinter Cell Blacklist. Fuck you, nu uit. Welkom kameraden. Vandaag ga ik Call of Duty Ghosts Prestige Edition unboxen. Die hebben we bij First Look 2013 gekregen. Dus we hadden geen idee. We kwamen daar. Blijkbaar waren we een van de eerste 500 mensen daar. Ik wou extra vroeg komen. Want dat heb ik altijd al gedaan bij First Look. En nu stonden er opeens twee mensen voor de rij. Die gaven bandjes weg. Van Call of Duty Ghost. En dan kon je als eerste bij Call of Duty Ghost stand naar binnen. En kon je als VIP spelen. En kreeg je op 5 november. Het is nu fucking 8 november, 7 november. Zou je binnenkrijgen. Oké, we staan in de rij voor de VIP van Call of Duty Ghost. We hebben een bandje gekregen bij de ingang. De eerste 500 mensen die kwamen, mogen spelen en we krijgen op 5 oktober. November. 5 november krijgen we de pre-order binnen van Call of Duty Ghost. Gratis. De speciale edition nu gewoon. Helemaal gratis. Kom op, kan niet beter. We staan nu in de rij. De VIP. Een van de 18. Ik wist niet wat de Prestige Edition was. Uiteindelijk bleek het, na dat First Look, bleek het fucking 200 euro te zijn. Of zo. Maar we gaan nu unboxen. Nooit naar jezelf snijden. Nooit naar jezelf snijden. Call of Duty Ghosts. Hi. Ja, we gaan dit game ook gelijk openmaken. Gewoon in de plastic verpakking. PlayStation 3. Kut. Codes. Mag niemand zien. Nog meer codes. Ja, in de game. Nee. Oh wow. Het ziet er zo mooi uit. Damn. Damn, fuck. Oh, dit ziet er heel mooi uit. Wat is dit? Kijk eens. Wauw, kijk dit. Dit is echt. Dit ziet er heel goed uit. Waarschijnlijk een camera. Boom. Dat is de camera. Wat een klein ding, jongen. Plastic. Ja. Ik had wel wat meer verwacht van die camera eigenlijk. Wat is dit? Bandjes. Oh, waarschijnlijk. Ja. Kom ik nog wel achter. Bandje om je nek te hangen. USB. Beschrijving. En ding waarmee je het vast kan klikken waarschijnlijk. Nice.
ijzeren doosje. Ga ik hem gelijk in doen. Nice, 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 nice. En een polsbandje. Uitpakken. Oké, nou die zit. Naast het first look bandje. Die ik natuurlijk nog steeds om heb. 3 weken geleden of zo. Nee, langer. 1,5 maand of zo. Ja, dat was het volgens mij. Hieronder zit niks. En best wel mooi doos. Call of Duty Ghost Prestige Edition. Bedankt voor het kijken. En waarschijnlijk komt er ook nog gameplay met Jonny en ik en Jesper en Jorik. Oh nee, Jesper niet, die heeft Xbox. PlayStation for the win. Doei!